We beginnen met een quizvraag. Hoeveel fusies van wielerploegen kan jij opnoemen? Lastige vraag, hè? Het komt namelijk niet zo vaak voor in het wielrennen. Vorig jaar had je natuurlijk de fusie van Roompot Nederlandse Loterij en Veranders Willems Krelan. En dit jaar heb je de fusie van Katusha Alpecin met Israël Cycling Academy. Voordat we gaan kijken naar hoe die fusie eruit ziet, eerst even waarom er in het wielrennen eigenlijk maar zo weinig fusies zijn. Dat heeft veel te maken met het businessmodel van ploegen. Het bedrijf achter een ploeg heeft in principe niet zo heel veel waarde. Het kantoor en servicekoers zijn vaak gehuurd, de auto's en bussen geleased en de meeste sponsorcontracten duren vaak 1, 2, soms 3 seizoenen en bevatten vaak clausules, zodat sponsoren bij grote veranderingen, zoals een fusie, kunnen vertrekken. Ieder jaar dreigt er wel een ploeg in gevaar te komen door het afhaken van een hoofdsponsor. Zo vallen de ploegen weg uit de World Tour en komen er nieuwe ploegen voor in de plaats. Maar vanaf komend seizoen krijgen de bedrijven achter de ploegen iets in bezit wat wel waarde gaat hebben, namelijk de licentie. Tot nu toe was het zo dat ploegen ieder jaar opnieuw een World Tour licentie moesten aanvragen bij de UCI. Maar dat is nu veranderd. De licenties die deze week zijn toegekend zijn 3 jaar geldig. Als een van de huidige ploegen tussentijds verdwijnt, dan bezit het bedrijf achter die ploeg wel nog de licentie. En aangezien er maximaal 19 World Tour ploegen mogen zijn, moet er een overdracht van de licentie plaatsvinden, wil een andere ploeg het plekje innemen van het team dat verdwijnt. Met andere woorden, dat wordt betalen. Goed, hoe ziet een fusie er dan uit? Om een goed beeld te geven zijn we achter de details aangegaan van de fusie tussen Israël Cycling Academy en Katusha Alpecin. We spreken met z'n allen wel over een fusie, maar is daar wel sprake van? Technisch gezien niet. De twee rijke oprichters van Israël Cycling Academy, Sylvan Adams en Ron Barron, hebben de Katusha ploeg van eigenaar Igor Makarov eerst gekocht en het daarna samengevoegd met Israël Cycling Academy, dat volgend jaar Israël Startup Nation gaat heten. Verdwijnt Katusha dan volledig? Nee hoor. De teamkleding zal geproduceerd worden door Katusha Sports, het kledingbedrijf dat een paar jaar geleden is opgericht. De Katusha ploegwagens van BMW worden ingebracht en er is een verdeling van de ploegbussen en de materiaaltruck. Van beide ploegen 1 bus en 1 vrachtwagen. Dan, niet onbelangrijk, de renners. Israël Cycling Academy bestond dit jaar uit een selectie van 30 renners, waarvan 14 renners kunnen blijven. Vanuit Katusha Alpecin komen 7 renners over, waaronder Niels Pollitt, de nieuwe kopman voor de klassiekers. En dan zijn er nog 7 renners die overkomen van andere ploegen, waaronder Pollitts goede vriend en trainingsmaat André Greipel. Katusha neemt ook nog een 12-tal personeelsleden mee, waaronder ploegleiders Dirk de Mol en Claudia Kossi. Israël Startup Nation heeft volgend jaar geen Nederlanders onder contract, want Dennis van Winden is vertrokken. Wel 3 Belgen, Jente Biermans, Ben Hermans en Tom van Asbroek. Wil je meer weten over deze ploeg, dan is het interview met teammanager Jel Karlström een aanrader. Link staat in de beschrijving. En wil je meer van dit soort video's blijven ontvangen, abonneer dan even op dit kanaal en geef ons een duimpje omhoog.